dit jaar nieuws zal voor de rechter moeten verschijnen. Dat raakte vanmiddag bekend nadat het DCR nieuwsteam een aanklacht indiende bij het Hof van Justitie. De oude beheerders van TDA Nieuws zijn kwaad op het belabberd afkooksel van hun vormgeving en op de slechte kwaliteiten van het programma onder de nieuwe eigenaar Edgar Avagyan. De aanklachten die ze indienden en wat de oude beheerders nu eisen, hoort u in deze nieuwsuitzending. Dus kort na de zessen, hartelijk welkom. Meisje, het is alweer kort na de zessen. Zet je neer, pak de koekstje, drink de koffietje. Hier is Theofieltje Waterslagers. Goedenavond en welkom, ik ben Theofiel Waterslagers. Het was even verschieten toen Roger van Dam, Theofiel Waterslagers en Marcel Verkusten de nieuwe iteratie van het TDA Nieuws zagen beginnen op de televisiemachine. Hun vormgeving was volledig verkracht door een nieuwe eigenaar Edgar Avagyan. Nu de heren terug in het land zijn, hopen ze een einde te maken aan het wanbeleid van hun TDA Nieuws. Ondertussen richt het nieuw opgerichte DCR Nieuws zich vanaf vandaag op het afnemen van de doelgroep van meneer Avagyan. Roger van Dam die begint onze verslaggeving vanavond vanaan het justitiegebouw in Tediapolis. Roger. Ja, goedenavond Theofiel. Vandaag was het eigenlijk een dag die al veel eerder had moeten komen. Hè. Wij als oud-nieuwsredactie trokken eindelijk aan de alarmbel tegen het wanbeleid waaronder Tedia Nieuws de afgelopen weken werd gevoerd. En dan heb ik het concreet over het diefstal van onze vormgeving. Die werd als het ware heel zwaar, toch wel, als ik het vuil mag zeggen, verkracht. Plagiaat van de muziek en dan ook nog eens ja, die lelijke man. Dus Theofiel, ik heb hier een verslagje gemaakt over hoe het doek kan vallen over Edgar Avagyan. Het moest ervan komen, zullen sommigen zeggen. Vandaag werd bij het ministerie van Justitie een aanklacht ingediend namens Roger van Dam, Theofiel Waterslagers en Marcel Verkusten. De reden: diefstal, eeroof, nalatigheid en plagiaat. De vorige eigenaars van Tedia Nieuws zijn kwaad op de manier waarop de nieuwe eigenaar Edgar Avagyan te werk gaat. Daarom ziet het oude nieuwsteam nu geen andere weg dan te procederen tegen Avagyan. Maar zo blijkt uit een steekproef in Tediapolis, zij zijn lang niet de enige die het nieuwe nieuws meedoen. Ik vind dat niet zo goed. Ik vind het niet zo origineel. En ze irriteren me. Ik kijk dat niet. Toen we één man vroegen wat hij ervan vond, moest hij zelf medisch ondersteund worden. Meneer Avagyan heeft een impact gemaakt, in elk geval niet de juiste. Roger van Dam voor DCR Nieuws vanuit Tediapolis. Zo, Roger van Dam daar met die reportage. Kijken we nog even samen naar de voorpagina van de Tediapolse Telegraaf morgen. En die gaat verder op het TDA nieuwsverhaal. Weliswaar breken ze met de grote kop een ander verhaal. Kitty van Morsel en de Koninklijke Marechaussee die hebben onlangs in de clinch gelegen. Na een voorval in verband met werken die moesten uitgevoerd worden aan de Oostpost. Daar schrijft uw krant morgen over. Het nieuws gaat hier verder om 19:45 met Roger van Dam en Marcel Verkusten. Wat mij betreft alvast een fijne avond. Tot ziens.